Deze week staat in Nijmegen het bombardement op de binnenstad uit 1944 centraal. Dit jaar precies 80 jaar geleden. Maar er is nog een bombardement dat ook zeker niet vergeten mag worden. In 1945 is op 18 februari een V1-bom ontploft in het Nijmeegse Waterkwartier. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Vandaag werd dit bombardement herdacht. Die bom heeft de dakrand van het huis van mijn grootouders geraakt. En daardoor is het huis eigenlijk als een kaartenhuis in elkaar gestort. En daarbij is dus mijn opa en de verloofde van een broer van mijn vader overleden. Ik merk dat in deze tijd van oorlog in Oekraïne, maar ook in Gaza en Israël, dat er steeds meer aandacht komt voor het grote persoonlijke leed dat daarbij komt kijken. En we hebben net ook een mevrouw gehoord die uitgebreid heeft verteld over het persoonlijk leven van haar familie. Maar ook hoe haar vader nog eigenlijk zijn hele leven dit verhaal heeft meegedragen. En ik denk dat herdenken is stilstaan bij dat moment, maar ook stilstaan bij hoe de mensen van nu dat eigenlijk door generaties hebben meegekregen. Het bombardement en het verhaal van de familie wordt tot op de dag van vandaag nog doorgegeven aan de nieuwe generatie. Mijn vader heeft het verhaal ook niet alleen aan mij en mijn zusje verteld, maar ook aan mijn kinderen, dus zijn kleinkinderen. En dat verhaal blijft verteld worden binnen de familie. En ik heb zelf 3 lieve kleindochters die verhalen ook horen en die ook beginnen te vragen wat is er gebeurd. Ik vond het heel bijzonder om hier te zijn, juist omdat het verhaal ook zo persoonlijk werd. Het was meer dan alleen een bom en 4 doden. Het ging echt over hoe het impact op families is geweest, nog generaties later ook. Ja, ja, dat verhaal blijft verteld binnen de familie, want het was voor de familie toch wel iets verschrikkelijks. Het is bijna 80 jaar geleden dat de bom insloeg, maar het verhaal blijft relevant om te vertellen. We denken dat het ontzettend belangrijk is als stadsbestuur, omdat eigenlijk de laatste generaties die het verhaal nog zelf kunnen vertellen, zijn nu nog onder ons. Maar langzaam wordt het verhaal doorgegeven aan de historici, die het verhaal opnieuw gaan vertellen, maar dan vanuit een historisch perspectief. En ja, en dat in deze tijd van zoveel oorlog in de wereld, ik denk dat dat des te meer oproept om met elkaar bij elkaar te komen en de betekenis van die verhalen, van die verschrikkelijke gebeurtenissen te delen. Het is een stukje geschiedenis van ons. En daar hoef je helemaal niet vreselijk over te doen. Maar het is een stukje geschiedenis. Het weten van wat er met jouw familie is gebeurd.